Dit is het open dag journaal van het Stedelijk College. Er is ontzettend veel te zien en te beleven tijdens de open dagen. Er lopen bijvoorbeeld Romeinen rond. Van de Romeinen komen er twee van deze school. De andere is van de groep Gemina. Hun uitrusting is historisch correct. De materialen wegen bij elkaar ongeveer 35 kilogram. De man met de grote pluim op zijn helm is de onderofficier. Of in het Latijn, oppito. Ook is er een theatergroep uit Engeland genaamd Phileas Fogg. Speciaal voor de open dag overgevlogen om theaterworkshops te verzorgen. Bijzonder is dat in no time de kinderen een voorstelling laten zien. Phileas Fogg bestaat dit jaar uit Nigel en Becky, beide uit Engeland. Ze zijn beide acteurs en zijn ook op tv geweest. Elke 20 minuten doen ze een show genaamd Little Victorians. Die gaat over het leven van kinderen in de Victoriaanse tijd in Engeland. Vandaag spelen ze twee scènes uit dit stuk. De schoolscène en de scène met de koets. Voor de sportliefhebbers zijn er ook sportactiviteiten in de sporthal. De leerlingen van Stedelijk College zijn druk in de weer met unihockey, basketballen en wandklimmen. Opnieuw is de elektrische auto Twizy te bewonderen in het technieklokaal. Deze auto is een mooi voorbeeld van een duurzaam vervoersmiddel en is een inspiratiebron voor nieuwe technologieën op het begin van duurzaam rijden. De Twizy is wel een kleine auto, maar erg handig en efficiënt. Dit was het Open Dag Journaal. Wacht deze uit? Wat is het?